Nou, goedemorgen. Ik weet niet, mogen wij een achterblok beginnen, want het is echt niet zo heel lekker voelt. Dus dat ben je de eer. En Sam. Ja. Loop me door het klooster. Waarschijnlijk moet je vaak stoppen met filmen. Omdat je daar niet mag filmen. Schoenen moet hier al uit, dus we spreken je later weer. Finding the inner mind meditation. What? Now just show you. Wat hebben we gedaan, Nat? Nou, we hebben les gekregen over boeddhisme. Wat heb je? Inhoud en wat het betekent. En dat zijn heel veel dingen. Wat vonden jullie daarvan? Leuk. Ik vind het wel vet, zeg maar. Maar het duurde niet heel lang. Op een gegeven moment ging hij dat die nummers noemde en op een gegeven moment ging hij weer helemaal terug naar de nummers. We hebben nog een beetje zin in. Is het gelukt, Quinty? Ongeveer. Waar is je papier? Hier achter mijn rug. Oh, wacht, ik zie waar je papier is. Nee, maar ik ga eigenlijk alles, de hele tekening van buiten, zoals ik nog aan het zeg maar, deze drie laatste plantjes bovenaan hebben gewoon de hele tekening helemaal verpest. Ik vind het wel leuk. Laat staan wat deze dingen zijn. Het moest dat worden. Maar hè? Wij doen ook maar ons best. Goedemiddag. We zijn bezig met de tekenles. Ik heb hier al één getekend. We zijn nu bezig met de volgende. Ik heb vandaag nog niet zoveel gevlogd, omdat ik me niet zo lekker voelde. Welkom. We gaan naar de stupa. Het is een feestdag in Nepal, of een soort van feestdag. Oh shit. Stan heeft een klein blessure. Een soort van feestdag, dus de stupa zou nu helemaal belicht moeten zijn. Stan, ik ben er alleen aan toen, kom. Oh nee. Oh. Ja, we zien de stupa nu. We hadden echt een heel spektakel verwacht met lichtjes. Hey, gewoon auto's hier. Auto. Ja, kan gezien. Zit tot nu toe hier? Hier in Nepal of het klooster? Ja, dit is wel. Je merkt dat al die monniken heel veel geduld hebben. Mm-hmm. En dat heb ik dus totaal niet. Maar dit is dus de verlichte. Ook zo worden verkeerd. Mooie verlichte stupa. Hallo, namaste. Als mijn moeder zo'n cd mee naar huis neemt, dan denk ik zo... Oh, wat is deze? Ja. Hoeveel zijn ze? Oh, dat valt ze nog best mee, of niet? En dit? Jullie zijn echte toeristen? Ja, dat toerist. En mensen, hoe vinden we het hier? Mooi met die lampjes. Verlichtend. En jij? Maar we zien je niet. Zandtekening op zich, alhoewel ik geen geduld heb, vond ik het wel echt ramvet, die zandtekening. Ja, die zandtekening die vond ik ook wel mooi, maar kijk, morgen gaan we dat weer doen. Dat vind ik gewoon een beetje verspilde tijd. Ja, dan gaan we het afmaken, hè. Als dat mijn ticket is, hè, hak ik je nou een slag voor je aardappel. Ik heb jouw ticket niet.
Oh ja, dat kunt in een tas, jongens. Oh, oh. Ah, die... Mag ik niet gek? Maar... Ik heb niet... Dag 15 in Nepal en dag 16 van het nacht van huis. Ja. That's it. En we zijn vandaag vanuit Kathmandu naar de Sarek school gereden. Voor gehandicapte kinderen. En we zijn nu aan het wachten in een klaslokaal. Want er is een bus waar alle leerlingen en ook leraren in zitten. En die is wat later dan normaal. Dus zitten we hier te wachten in het klaslokaal. Samen met Elena, de best friend. Oh, we zijn under attack, people. Dus, we zijn nu aan lunchen. Joehoe, jongens. Is het enige wat ik lekker vind voor dat lunchpakket? Ja. We zijn nu aan het eten. We hebben een lunchpakket gekregen. Met koude frieten. Maar hey, wel is die gaaf. Maak toch uit. Ik kom je alleen door, hè. Ik stond er onder bij je land. Heb je kunnen genieten van je lunch? Nee. Dat is een aparte lunch. Wat vond jij van de lunch dan? Nou, de frieten smaakten naar banaan. Ja. De frieten lagen tegen de banaan aan, de frieten waren koud en de frieten smaakten naar banaan. Er zijn hier nog meer mensen. Van? Waar waren ze van? Oh. Van Oostenrijk en nog twee anderen van Nederland. En de vliegende meubelmakers. En die maken hier meubels en zo. En die leren ze hoe ze meubels moeten maken. En wij? Wat wij gaan doen is nog niet helemaal zeker. Goeie avond. Dag 16 in Nepal. Dag 17 weg van huis. Dat is er. Vandaag? Niet veel van de vlog. Heb ik alleen maar op de hotelkamer gelegen. En ben ik onder in de lobby wat gaan zitten en rust genomen, want ik had mijn hoofd heel hard gestoten, dus daar had ik best nog steeds last van. Dus vandaag was even rustdagje. Dat is ook de reden dat ik de afgelopen dagen weinig tot niet gevlogd heb en ook andere mensen gevlogd hebben. Dus dat is een beetje de verklaring. Ik ga jullie trouwens wel even een beetje een roomtour laten zien van hier. Maar schrik niet, want het is toch best een grote
grote mes. Hier is een klein zithoekje, maar dat valt niet meer te zien omdat hier al mijn spullen liggen. Hier hangt de was op. En dan loop hier door naar het slaapgedeelte. Marieke, Quincy, Janne. Marieke, voel jij nog de behoefte om even te zwaaien? Hier een broertje met een stoel. En een spiegel. En lopen we terug hierin en dan hebben we hier de badkamer. Met ook hier weer grote spiegel, toilet en een bad. Voor het eerst in onze reis dat we een bad hebben. Ook voor het eerst onze reis dat er housekeeping kwam. Of ze even de kamer moesten schoonmaken. Maar soms dan met z'n vieren. En ik heb ze in mijn beste Engels proberen uit te leggen van nou, is hier zo'n zooitje. Als je hier poetst, valt niet veel te poetsen. Dat begrepen ze natuurlijk niet, want het is, Engels is hier niet meteen het eerste vak wat ze krijgen. En ze dacht, weet je wat, ik laat het gewoon zien. Dus ik gooide de deur open. Ik zeg, Luke. Toen moesten ze allemaal lachen. Toen zeiden ze, we go next room, we go next room. Toen dacht ik, missie geslaagd. Nou, wat staat daar dan nou? Mijn vrouwtje dacht dat het ging regenen. Dus nadat ik naar de stad ga, oh, ik hou niet recht vast. Ik dacht dat het ging regenen. En ze is nu met trui mee, want er zit capuchon op. Maar volgens mij is het best warm buiten. Het is best fris. Ja, boe! Dat was zo gefaked. Oh. Ja, ik weet niet hoe je het uitgaat. Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb hem niet aangezet. Oh, wat ben je doen? Waar zit je haar maar mooi in de wind? Ja. Dit gaat er sowieso uitkomen, dit weet je toch, hè? Broek met lange pijpen. Shirtje van Global. Niet echt interessant. Op mijn gezicht zit helemaal niks van make-up. In mijn haar zit helemaal niks van haarproducten. Aangezien ik dat allemaal thuis heb gelaten. Schoenen. Of tas. Sokken. Wandelsokken van de Decathlon. Marieke. Ja. Nu ben jij. Wat zijn schoenen? Wat voor schoenen heb je? Die zijn van Nike. As you see. Ja. Deze broek is van, weet ik niet, het is van wol, dus ik heb het heel erg warm. Maar wanneer? Dit trui is van H&M. En deze trui is van Global. En op mijn gezicht zit niks en in mijn haar zit ook niks. Disclaimer. Trui is niet van Global, trui is van AliExpress en ja. Die gaan we laten bedrukken. Okay. Maar die mogen we ook gebruiken voor als die in het boek moet. Dit is echt een lifesaver. Alleen als je hem op roteren zet, dan gaat het een heel raar geluid maken en het is best vervelend als je wat gaat slapen. Ik ben nu echt al bijna 3 minuten aan elkaar aan het praten. Gewoon omdat ik het wil goed maken dat ik niet zoveel gefilmd heb, maar dat slaat helemaal nergens op, want dan wordt dit echt een onzin vlog. Maar goed. Keep on going! Nee, Roda zit er niet tussen. We hebben een frituur gevonden. Hier. Een frituur. Heel apart dat je in zo'n land een frituur vindt. Hè?